Welkom bij NL Magazine, Go to the Movies. Naast me zit Patrick van der Wijk. Ik ben Maurice Harout. En nu hebben we het over All the Money in the World. Altijd leuk zo'n titel. All the Money in the World, kan je het vaak genoeg zeggen. Ja. Echt een leuke titel, ja. Ja. En wat een film dit. Goeie film, ja. Echt zo. Puntje van mijn stoel. Ja. Heb ik gezeten. Ja. Echt puntje van mijn stoel. Wat een film, zeg. Ik had er weinig van verwacht. Geef ik je toe. Ik had er heel weinig van verwacht. Toppertje. Echt een goede film. Ja. Ja. Dus echt. Ja, het is ook weer gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, ontvoering. Klopt, ja. Maar dat was wel leuk. Ja. En het begin van de film zie je staan, geïnspireerd op een waar gebeurd verhaal. Nou ja, als je geïnspireerd is, dan kan er een hele hoop anders zijn. En het eind van de film zie je gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En het blijkt dat bij hetzelfde, alleen ze hebben wat namen veranderd. Ja. Dus dan was het al een stuk realistischer. Het was ook duidelijk een realistische film. Je bent gewoon onder de indruk van die Getty. Gewoon die man was, ik heb nog nooit zo iemand gierig meegemaakt. Ik snap wel waar hij al de money in the world had. Ja. Ja. Als je een telefooncel zet voor je gasten in je eigen huis en als die moeten bellen, dat ze zelf een kwartiering moeten doen. Ja, moet je voor betalen. Je kon kwartjes kopen. Ja. Ja, je kon wisselen bij de butler. Ja, dat was toch wel eens. Die man die het nu speelt, die zou dus Kevin Spacey spelen. Zou Kevin Spacey spelen? Ja, klopt. Maar ik vond het niet erg dat het er niet in zat. Nee, dat is wel, als je dat weet. Ik zat wel de hele tijd naar de film te kijken en denk. Hoe zou Kevin Spacey dit nou gedaan hebben? Hoe zou Kevin Spacey nou hierin geweest zijn? In de trailer zag je natuurlijk ook Kevin Spacey steeds langskomen in die rol. Pas later hebben ze hem weggeschreven. Ja. Ja, maar door dat gezeid met die hashtag me toe. Ja, maar ik vond dat deze man... Grandioos speelde hij hem. Grandioos. Ja, dus dat was geen... Nee, ik denk dat zelfs dat Kevin Spacey nog een beetje te jong was voor deze rol, eerlijk gezegd. Ja, want ik heb er nou iets andere ogen naar te kijken. Dus... Ja, dat was een echt oude knaar die dit speelde. Ja. Dat moest ook zijn. Ja. En dan voor de rest, Mark Wahlberg speelde gewoon weer goed. Klopt, ja, dat is een goede rol. Ja, en voor de rest, ja, het was zo hard in de zin van... Er gebeurden een paar harde dingen. Klopt. Een oorlogsnijden of zo. Zo, toen de hele bus kwam allemaal... Dat werd wel goed... Ja, die was... Dat werd goed gezien, godverdomme. Jongen. Ja, dat werd goed in beeld gebracht. Zou je hem niet verwachten? Nee, nee. Dat zo goed in beeld wordt gebracht. Nee, je denkt van, nou oké, nu gaat hij... De shot gaat weg zo, en klaar. Maar nee, kom weer terug, zo. En ik, oh jongens, wat gebeurt er? Ja, en die andere journalisten. Maar gewoon de hele tijd. Ik weet niet, het was zo. Je bleef gewoon in het verhaal. Dus je zat gewoon vast erin. Je zat er vast in, ja. Ja, en dat maakte gewoon. Ja, het hield je vast. Ja, dus ik vond haar ook erg goed spelen. Ja. Ik weet niet meer. Ik heb de naam is gewoon schoten, maar zij was heel goed gewoon. Ja. Nee, dit is gewoon een echt. Dit is een toppertje van dit. Ja. Maar dat is leuk, hè? Nu heb je die film gezien. En nou wil ik meer weten ook over Getty. Ja. Dus nu ga ik zo vanavond eens een beetje gaan googlen, of gaan lezen. Nee, ja, wat ik wel weet van Getty Images. Hoe is die man dan? Maar is Getty Images van Getty? Van het zal niks maken, het heet gewoon Getty. Zou het bedrijf überhaupt nog bestaan? Wij bestaat het überhaupt niet meer. Het hele de Getty Oil. Dat gaan we uitzoeken. Dit zie ik zeker wel. Dus zo volgende keer gewoon heb ik wel zelf zeggen van, ja, Getty. Heel andere film. Ik zei nog tegen maar, ik zeg wie de film There Will Be Blood gekeken heeft, die zal heel veel dingen herkennen in deze film. In There Will Be Blood, het ging ook over een oliemagnaat, ging hier wat opbouwen en die werd ook helemaal doorgedraaid over geld. Iedereen was geld, hij werd helemaal paranoid en die man die had ook gewoon zoveel geld, dat kon niet meer op. Okay, nee, dat is goed. Zeker een goede film, mocht je die niet gezien hebben, zeker een goede film. Dat is misschien wel al best wel oud hoor. Echt heel goed, echt heel goed. En die speelde ook de rol. Fantastisch, die vind ik dat speelde. Net zoals deze trouwens. Ja, ja dus deze film, aanrader. Ga lekker naar de bioscoop. Het is geen lollige film, dus ik kom niet lollig uit. Maar wel denk ik van zo, ik heb een goede film gezien. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Dat is ook gewoon een goed teken. Dus gewoon, ik zal gewoon één film pakken die gewoon lekker wat hij duurt. Ja, je moet hierna je moet niet nog even comedy erachter kijken of zoiets. Maar ja, goed, wij zijn misschien daarin niet zo normaal. Ja, we kijken want wij kijken er vaak te veel, zullen we maar zeggen. Wij kijken er soms wel 3 op een dag of misschien wel 4. Maar deze moet je eigenlijk gewoon even loskijken en dan niet daarna nog iets anders kijken. Dan blijft hij gewoon hangen, weer onder de indruk, die je verlaat de bioscoop ook onder de indruk. Ja. Dus al met al een hele goede film. Ja. Ik geef hem een 8. Die geef hem ook een 8. Ja, zeker. Ja, dat duidelijk. Jongen, een beetje richtlijn allemaal hier hoor. Iedereen een 8. Ja, deze nacht, zeker. Nee, maar dus dit keer hebben we, en de vorige keer hebben we dus die film, Darkest Hour ofzo. Eigenlijk film met een goed verhaal, score goed. Dat is, maar dan zie je, als je kijkt naar dit jaar dan, dat wij gekeken hebben. Ja. Mulder's Game, goed verhaal. Darkest Hour, goed verhaal.
En hoe heet het nu? Ja, en hebben All the Money in the World. En hebben één actiefilm erbij gezien. Ja. Dus op zich, tot nu toe gaat het goed, jongen. Het gaat goed dit jaar! Maar ja, dat hadden we vorige keer ook. Het begon goed en daarna kregen we Assassin's Creed. Echt wat klappen kregen we. En toen kregen we Sleepless. Nou, ja, Sleepless kregen we. Maar twee vieren. Ja, dat ging goed te maken. Ja. Mensen, bedankt. Tot de volgende keer. Doeg.